Er is zo ontzettend veel mensen. Er is zo ontzettend wat jammer dat een heleboel mensen zo weinig hebben. Hè? Dat denk je allemaal wel eens aan. Wat kun je eraan doen? Weet je dat wij veel te veel eten hier? Veel te veel. Ik word laatst gevraagd door een kennis van me om te komen lunchen. Nou, ik wist niet wat ik zag, zeg. Tafel vol met voer. Vol met voer. En in het midden van de tafel stond op een grote schaal een ossentong. Nou, die had ik in geen jaren gezien, zeg. Zo'n lel van een tong. Huh? Toen zegt hij, neem een stukje van die tong. Ik zeg, nee, laat maar. Ik hou daar niet van wat zo'n beest in zijn bek gehad heeft. Dat moet ik niet hebben. Huh? Ik zeg, geef mij maar een eitje. En dan vind ik het al lang weg. Ja, zo kun je het ook uitleggen, ja. Nee, maar mensen, we eten te veel. En weet je dat de meeste kwalen komen van het eten? Dat weet je, hè? En de mensen hebben altijd kwalen gehad. Maar we hebben nou weer een nieuwe kwaal in deze tijd. En dat is de kwaal van als mensen wat hebben, dat ze het dan overal gaan rondbezuinen. Kijk, dat deden de mensen vroeger niet. Als je vroeger wat had, dan zei je niks. Hè? Maar nu als iemand wat heeft, dan gaat meteen naar iemand anders. Zegt van, heb jij ook wel eens dat je hier zo van die scheuten, zou ik maar zeggen. Heb jij dat ook wel? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Ja, ja. Maar, ja, maar heb je ook dat het zo optrekt? Zo'n... Ja, heb ik ook. Ja, heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja, heb ik precies zo hier onder de... Zo, zo. Ja, dat heb ik ook. Hè. Dat is belachelijk bijna, dames en heren. He? Dat is zo. En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. He? Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder dat die wist wat calorieën waren? Dat wist ze niet. Wist ze niet. Of dieet. Dat wist ze niet. Ja, dieet en die niet. Maar meer ook niet. He? Maar tegenwoordig. De mensen kennen allerlei vreemde woorden die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. Ik heb een beetje last van hyperventilatie. Dat is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof me dan. We weten te veel. Een woord als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen notie. Hè? En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen. Zo van, hoe is het met jouw cholesterol? Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De mensen kramen er alles uit. Als er wat dwars zit, dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven. Is geen mop hoor, wat ik u nu ga vertellen is mezelf overkomen. Als voorbeeld wat mensen er allemaal uitflappen. Ik zit te eten met mijn vrouw in een klein restaurantje. We willen net beginnen. Ik heb een soepje besteld, een ossenstaartje. Ja, ossenstaartje. Had er maar even ingehangen hoor, dus niet zo. Ja. Maar goed, we willen net beginnen met eten. Toen zit er een echtpaar achter ons, een echtpaar, een beetje van mijn leeftijd. En die man die draait zich om en die zegt opeens tegen mij, meneer Hermans, eet smakelijk. Nou, dat vind ik leuk natuurlijk. Hè. Dus ik zeg, dank u wel meneer. Ik hoop dat u ook smakelijk zult eten. Weet je wat die man zegt? Ik niet. Dus ik denk, oh god, u zal wel wat hebben. En dan word ik zo nieuwsgierig. Hè? Dus ik draai me weer om en ik zeg tegen die man, dat is echt gebeurd hoor, dat is geen mop. Ik zeg, meneer, dan moet u mij eens vertellen waarom u niet smakelijk zou eten. Weet je wat die zegt? Die man die zegt, meneer Hermans, ik kom net uit het ziekenhuis en ik heb een snee van 48 centimeter. Waarop zijn vrouw zegt, en die van mij is nog 10 centimeter langer. Vind je dat? Hoe vind je het nou? Het is echt gebeurd, mensen. Onder het eten. Toen komt de ober en die zegt, meneer Hermans, nog een sneetje. Ik zeg, ga weg. Mensen, luister, wie ben ik? Ik hoef u niks te leren. Hè? Maar
als je wat gehad hebt, vergeet het. Vergeet het. Gewoon vergeten. Dat heb je alvast gehad.